Het creëren van innovatieve en duurzame staalproducten voor een brede waaier van dagelijkse toepassingen, dat is waar ArcelorMittal Belgium voor staat. Auto's, windturbines, designwoningen, waar je ook kijkt kom je dit staal tegen. De sterke punten van ArcelorMittal Belgium: werken met hoogopgeleide professionals, dicht bij de klanten staan en de infrastructuur maakt samenwerking met complementaire sectoren mogelijk. Het staal wordt ook gezien als de hoeksteen van een circulaire economie en als basismateriaal voor hernieuwbare energie. Op de sites in Gent, Luik, Genk en Geel ligt de nadruk op veiligheid, innovatie en kwaliteit. De kracht van de onderneming ligt in het vermogen om te innoveren en de grenzen van de staalproductie continu te verleggen om nog meer te evolueren in de richting van de slimme fabriek van de toekomst. ArcelorMittal Belgium zoekt voortdurend naar doorbraken in processen, werkmethodes en producten. Centraal in dit verhaal staan de collega's. Geen vooruitgang immers zonder teamwork. Besix is een toonaangevende Belgische groep in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies, die projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit realiseert. Van de ontwerpfase via de bouwfase tot en met het onderhoud, het beheer en de financiering. De 15.000 werknemers van de groep zijn actief in Europa, Noord- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten, Canada en Australië. Bijna de helft van de omzet wordt gerealiseerd in België, Nederland en Frankrijk. In België heeft de groep diverse werkmaatschappijen. In de vele projecten probeert Besix voortdurend haar doelstelling te realiseren: excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld. Colruyt Groep is op een halve eeuw gegroeid van een familiebedrijf tot een familie van bedrijven met meer dan 29.000 medewerkers. Al die tijd lag de grootste focus op retail. In die sector realiseert Colruyt Groep vandaag met een tiental winkelformules zoals Colruyt, OK, Dreamland, Bioplanet nog altijd meer dan 3/4 van de groepsomzet. Tegelijk zijn de activiteiten de voorbije 20 jaar sterk gediversifieerd. Vandaag is Colruyt Groep ook actief als groothandelaar, produceert hernieuwbare energie en participeert de groep in kledingketens en offshore windparken. De ingenieurs van Colruyt Groep ontwerpen, bouwen, verbouwen en onderhouden, samen met uiteenlopende profielen, winkels, kantoorgebouwen, tankstations, distributiecentra enzovoort. Ook in het big data verhaal zijn ze cruciaal. Ze zoeken systematisch mee naar duurzame oplossingen om het bedrijf op lange termijn te laten groeien. ICsense is het grootste procesonafhankelijke chipdesignbedrijf in Europa. ICsense ontwerpt IC's, geïntegreerde schakeling of chips, en ontwikkelt hoogperformante analoge, mixed signal en hoge spanningschips op maat van zijn klanten. Het bedrijf biedt IC-ontwerpdiensten en levert klantspecifieke microchips aan diverse markten. De ASICs, Application Specific Integrated Circuits, van ICsense zijn te vinden in de medische, industriële, consumer, automobiel en ruimtevaartsector. Typische applicaties zijn chips voor medische implantaten, batterijmanagement, sensoren voor in de auto en sensoren in smartphones en tablets. Het bedrijf werd in 2004 opgericht als een spin-off van de KU Leuven en is sinds 2017 deel van het Japanse TDK. ICsense hoort tot de wereldtop in analoog en digitaal design met een team van meer dan 80 mensen in Leuven. IMEC is een toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Het high-tech centrum combineert vooruitstrevend onderzoek in microchiptechnologie met software- en ICT-expertise voor grensverleggende innovaties in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek, industrie 4.0 en energie. IMEC beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners, zowel bedrijven, start-ups als universiteiten. Wereldwijd, met Vlaanderen als zwaartepunt, werken er bijna 4000 topwetenschappers uit meer dan 90 landen. IMEC heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten in Nederland, Taiwan en de Verenigde Staten en kantoren in China, India en Japan. De Industriële Adviesraad van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken of CIT van de KU Leuven bestaat uit topmensen uit de Belgische chemische industrie. Ze geven strategisch advies aan het departement over onderwijs en onderzoek. Tot de adviesraad behoren toplui van de Federatie Essentia, BASF, BP, Bayer Crop Design, Covestro, Dilkoma, Evonik, ExxonMobil, Febelyak, Indaver, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvay en Umicor. INEOS groeide sinds het ontstaan in 1998 uit tot een van de grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld. Het telt wereldwijd 171 sites in 24 landen met ongeveer 19.000 medewerkers. INEOS is een niet-beursgenoteerd bedrijf bestaande uit 19 divisies dat groeit door het aankopen van en investeren in de groei van bestaande installaties. De meeste medewerkers vervoegden INEOS na het verwerven van bedrijfsonderdelen van onder andere BP, Dow, Degussa, ICI, Enichem, Unilever, Solvay, BASF en Heugst. Nog steeds wordt geput uit de rijke ervaring en kennis van deze indrukwekkende en zeer gediversifieerde groep. Materialise is pionier in additive manufacturing. Additive manufacturing is een verzamelnaam voor technieken waarmee een voorwerp laag per laag wordt opgebouwd, vertrekkend van een 3D-computermodel. In het hoofdkwartier in Leuven heeft Materialise niet alleen de grootste productiecapaciteit op het gebied van additive manufacturing, maar ook een van de grootste teams in de industrie die zich toespitsen op de ontwikkeling van innovatieve en hoogkwalitatieve software. Materialise is ook een van de drijvende krachten in de gepersonaliseerde gezondheidszorg en biedt patiënten wereldwijd nieuwe mogelijkheden aan. OneSpan is een belangrijke leverancier van oplossingen voor online authenticatie van gebruikers en transacties. OneSpan's productgamma omvat zowel hardware als software oplossingen en diensten die zich focussen op gebruikersauthenticatie, elektronische en digitale handtekeningen en beveiliging van mobiele apps. OneSpan heeft zijn operationeel hoofdkwartier in België en telt ongeveer 600 werknemers. Daarnaast stelt het bedrijf in zijn offshore productielijn nog eens een 2500 mensen te werk. Siemens Industry Software is een ingenieurs- en vernieuwingspartner die verder bouwt op de activiteiten van de voormalige KU Leuven spin-off LMS International. Dit bedrijf helpt haar klanten in onder andere de automobiel- en ruimtevaartindustrie om efficiënter te zijn bij het ontwikkelen van hun producten die almaar complexer worden. Siemens Industry Software richt zich op het analyseren van multifysisch gedrag en op de optimalisatie van prestatievereisten van producten die intelligente systemen kunnen bevatten. Hiervoor heeft Siemens Industry Software het SimCenter portfolio ontwikkeld. SimCenter combineert de meest geavanceerde simulatie- en testtechnologieën met onderliggend databeheer dat de gehele productlevenscyclus beslaat. Zo kan SimCenter klanten helpen om een digital twin te bouwen van het product. Dat is een digitale replica die zich exact hetzelfde gedraagt en mee evolueert. De klant kan er dus op elk moment zeker van zijn dat zijn product zich gedraagt zoals hij het wil, van bij het begin van het design zelfs tot als het al in gebruik is.